Bert Steltepol, welkom bij SC Spakenburg. Ja. Zou je even willen voorstellen en welke positie je staat, et cetera? Ik ben Bert Steltepol. Ik kom uit Werversoof. Waar ligt dat? Dat is 100 kilometer verderop, bij Horen. Okay. En ik kom van FC Volendam vandaan. Ik ben 23 jaar. Afgelopen 3 jaar bij Volendam gespeeld. Daarvoor bij de voetbalclub uit mijn dorp. En ik sta in de spits. Wat zijn je eerste indrukken hier bij Spakenburg? Nou, ik vind het die zijn heel positief. Ik vind het je merkt aan alles dat het een hele grote amateurclub is. Zo niet de grootste van het land. En ik denk ook dat we dat dit seizoen moeten uitstralen. Alles is top geregeld, veel support. Het is alleen maar mooi. Wat verwacht je van komend seizoen? Ik verwacht een goed seizoen. We hebben een goede selectie. Zoals je deze wedstrijd zag, moeten we nogal wat aan elkaar wennen. Alleen we hebben nog een aantal weken daarvoor en ik weet zeker dat het goed gaat komen. En dan gaan we gewoon bovenin meedraaien en natuurlijk voor het allerhoogste haalbare lijkt mij. Het is kampioen worden. Wat verwacht je van jezelf komend seizoen? Ik verwacht van mezelf veel doelpunten. Dat ik een grote bijdrage kan leveren aan het team. Ik hou van veel ballen voor. We spelen nu zonder buitenspelers, dus ik moet mezelf ook wat aanpassen. Ik weet zeker dat het goed gaat komen en ik heb er zin in. Afgelopen wedstrijden zien we toch een klein beetje de concurrentie tussen jou en Richard van Schoten. Hoe schat je kans in of hoe zie jij dat? Dat klopt. Richard en ik zijn allebei spits. Het was een beetje onduidelijk toen wij hier met z'n heen kwamen van hoe gaan we nou spelen. En we blijken dus nou met één spits te gaan spelen. Ik ben nu op wat meerdere plekken ben ik ook uitgeprobeerd. Ik heb links midden gestaan, ik heb op 10 gestaan, ik heb links buiten geprobeerd. Daar voel ik mezelf wel het prettigst bij. We zullen zien. De trainer beslist. Ik heb er vrede mee. Ik ga mijn uiterste best doen om gewoon die basisplaats te veroveren. Veel succes en bedankt. Dankjewel.